Geef mijn hand. Kom, ga even lopen. Aan de wandel. Gaan we maar naartoe. Zie je allemaal. Hop, kun je deze kant op? Hey, Boepie. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben hier weer te Freek, maar zoals je ziet wil hij weer weg. Wil je daar weer naartoe? Mooi weg. Het is vandaag donderdag en ik begin deze dag vanuit onze tuin. Het is vandaag helemaal niet zo warm, maar volgens mij is het maar 16 graden of zoiets. Het is wat minder weer. Dus ik ben een beetje het zwembadje aan het opruimen en dat soort dingen. En Freek is helaas niet helemaal in zijn hum. Dus ja, elke afleiding grijp ik zeg maar aan. Dus we zijn naar buiten en dat soort dingen. Hij heeft last van blaasjes rond zijn mond, in zijn mond. Waardoor hij ook een beetje koorts lijkt te hebben. Hij is gewoon koorts. En waardoor het eten niet helemaal lekker gaat. Dus ja, hij heeft ook denk honger. Ik snap het, dan ben ik ook zo gereidig als ik hoor. Komt goed hè, Freek? Kijk, daar ligt het zwembad. Een beetje een natte bende nu, maar... Ja, ik dacht, ik gooi hem maar leeg, want anders gaat Freek er gewoon weer mee spelen. Ja, als dat 60 graden buiten is, dan is dat niet zo'n goed idee als hij dan dat hoort. Nou, het is nog maar 11 uur, maar ik ga even met Choco wandelen en met Freek. Want dan kan Freek zo naar bed, want die trekt het gewoon niet meer. Misschien laat ik hem wel twee keer slapen vandaag. Er zit ook wel zijn oogjes te wrijven, dus we gaan even wandelen. Het is inmiddels al einde van de middag en ja, het was niet de allerbeste dag, maar ja, die dagen worden gewoon bij. Als het goed is, krijg ik zo meteen nog mijn kraampakket binnen. Hij zou vandaag verzorgd worden tussen 2 en 4 en het is nu bijna 5 uur, dus een beetje vertraagd, maar ja, gek zeg, het kraampakket. Heel mat. Het wordt weer allemaal wat echter. Het komt er wel dichterbij voor mijn gevoel op die manier. Ja, inmiddels ben ik ook alweer 26 weken zwanger. Dus het gaat natuurlijk ook wel door, hè? Hi, Tepi. Spetten, 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 spetten. Ja hoor. En precies net ging de bel. Dat het kraampakket er is. De postbezorger staat nu zo'n beetje beneden aan de deur. Maar ja, weet je. Jammer dan. Ik haal het later wel op. Ik hoop dat die bezorger is bij de buurt of zo. Maar ja, ik kan echt niet. Ook al is het maar voor 30 seconden. Ik ga echt niet meer naar beneden rennen. Terwijl Freek in mijn bad zit. Echt. Dat soort dingen kan ik zo niet tegen. Ben ik de hele tijd beneden. En ik weet waar ik maak je druk op. Maar ben ik de hele tijd beneden. En dan precies als ik hier ben. En echt niet naar beneden kan. Nee. Ik hou het straks wel op. Oh, ik wil allemaal nog niet weten wat het allemaal is. Lijtring van Avent zit erbij. Dat vind ik trouwens wel leuk. Want bij mijn vorige keer zat er eigenlijk niet echt veel extra bij. Behalve die producten die je echt nodig hebt. Geen cadeautjes of zo. Maar ik zat ook bij een hele kale zorgverzekeraar. Nu heb ik best wel een luxe voor de zwangerschap. Kraamverband. Ja, ja. Dit. Dit. Een thermometertje. Kijk, ook weer iets extra's. Volgens mij wordt dus gesponsord door Avent. Een knuffeltje. Blauw. Zou dat het teken zijn? Ja, en ik denk dat dit verder gewoon allemaal de noodzakelijke dingen zijn. Als jullie dit uitgebreid willen zien, dan hoor ik het wel een keertje. Maar het is echt niet heel erg spannend allemaal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ben momenteel even aan het klaarmaken. Want ik ga nu, het is 7:15, ik ga nu richting het punt waar ik mijn bloed kan laten prikken. Saltro heet dat hier bij ons. Want ze gaan me testen of ik zwangerschapsdiabetes heb. En voordat jullie allemaal denken, oh nee, nou, het valt allemaal best mee. En vorige zwangerschap hebben ze dit ook gedaan, toen was dat prima. Vorige keer heb ik het echt met een glucosedrankje gedaan. Dan ga je gewoon eerst nuchter prikken en dan krijg je zo'n heel vies mierzoet drankje. En dan checken ze het 2 uur later weer. Maar toen werd ik helemaal naar en misselijk. Dus ik zei, nou, als dat niet hoeft, dan hoef ik dat niet nog een keer. Dus nu mag ik gewoon mijn eigen ontbijt meenemen. Dus ik ben nu nog nuchter, dus ik ga eerst erheen om bloed te prikken. Mijn ontbijt eten en dan 2 uur later prikken ze wat het gedaan heeft.
of het goed reageert, zeg maar. Ik denk dat dat het idee is. Het is wel mijn werkdag, want ik dacht, ja, ik kan het beter op mijn werkdag doen, want ik kan niet met Freddy daar naartoe. Dus ik neem gewoon mijn laptop mee, ga ik daar gewoon zitten werken. Lekker makkelijk. Nou, dit zijn dus de papieren. Het gerekende datum en dan het onderzoek. Nou, even een fiets pakken. Even wachten. Het is gedaan. Eten. Eindelijk zin in. Nou, zoals je ziet ben ik weer thuis. Ik heb inmiddels een koffertje gepakt. Cheers. Ik ben weer aan het werk. Net ook best prima kunnen werken. Ondanks dat ze geen wifi hadden daar. Best raar eigenlijk. Maar ik had al bedacht, misschien hebben ze geen wifi. Dus ik had allemaal werk meegenomen waarvoor ik geen wifi nodig had. En uiteindelijk bleek dus dat ik daar helemaal niet hoefde te blijven. Je hebt dus twee soorten onderzoek. Wat ik vanochtend al vertelde, dat je dus zo'n glucosedrankje kan nemen. En dan moet je daar dus blijven, omdat ze dan je in de gaten willen houden dat je niet misselijk wordt. Of gek gaat doen, flauw gaat vallen of zo. Wat ik dus wel had vorige keer. Maar je kan dus ook gewoon nuchter komen prikken en dan 2 uur later weer terugkomen. Dat had dus gemogen bij mij. Maar ja, ik dacht, joh, ik heb nu toch al mijn spullen al mee. Dan moet ik weer 2 keer in de weer. Het kost weer extra zoveel tijd. De uitslag krijg ik denk ik, krijg ik van verloskundige. Ik heb volgende week een afspraak. Ik weet niet of ze het dan al weten, maar ik ben wel benieuwd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Gisteren niet meer gevlogd, want uiteindelijk was het best een beetje hectisch bij ons. Na mijn werk moest ik gelijk aan de bak. Want Freek is nog steeds niet helemaal happy de peppy. En Emiel heeft inmiddels ook koorts. En ik heb ook een beetje een kuchje van ik denk, dit lijkt wel verdacht veel op het kuchje van Freek van afgelopen week. Dus stop. Ik wil er niet te veel over miepen, want... Ja, het is de hele tijd en jullie zullen ook wel denken van, nou, zij heeft ook veel te zeuren, maar ja, kan ook niet. Kan het ook niet anders voordoen dan het is, zeg maar. Ja, het is weer zo, Freek is weer ziek, al bijna een week. En wij worden ook weer een beetje aangestoken, tenminste, Emiel is nu wel echt ziek. En soms denk ik, hoe kan dat nou, dat Freek ja, 50% van de tijd ongeveer ziek is. Een halve maand is hij ziek. Het lijkt me toch niet echt normaal. Maar ik ben wel benieuwd of ik de enige ben. Of meer mamas het hebben dat hun kids de hele tijd ziek zijn met deze leeftijd. Freek is nu bijna 17 maanden. En ja, het is eigenlijk een beetje begonnen rond voor zijn eerste verjaardag of zoiets. Maar ja, is dit normaal? Moet ik hier iets mee doen? Of ik vind het best wel lastig. Want elke keer als ik naar de huisarts ga, zeggen ze... Ja, zolang hij maar goed blijft drinken en dat hij alert is en weet je, dat is hij allemaal wel. Het zijn allemaal geen gekke dingen. Het zijn allemaal verkoudheidjes, griepjes hier en daar. En nu heeft hij allemaal aften en ontstekingen in zijn mond. Het is gewoon een lage weerstand, denk ik. Met een kleine grup in de buik gaat het in ieder geval goed. En met mij gaat het ook redelijk. Maar... Even een fluitsnackje. Een eindje. Nou oh ja, ik ben wel blij dat hij iets eet. Ja, Freek. Kom zwemmen. Kom, zwemmen. Zo warm, kom. Ik ben even met Chuck aan het wandelen. Freek is bij Emiel, dus even naar buiten. Frisse neus. Echt super warm. Dus Chuck die heb ik even naar een plekje gebracht waar hij kan zwemmen. Gaat hij al. Ik weet precies waar hij moet zijn wat dat betreft. Ga maar zwemmen. Zwemmen, Chuck. Dat is alweer. Hey, Frikkie. Het is toch wel een beetje koud, hè, het water? Nee, niet de stop eraf halen. Dan gaat al het water weg, Freek. Freek. Oh, ga er weer uit. Oeh. Ga je naartoe?
Ik heb net lekker gedoucht en ik ga lekker in de chill modus. Ik ga bij deze vlog ook maar gelijk afsluiten. Meel, Freek en zo zijn nog allemaal niet fit. Dus ik dacht, weet je, ik sluit hem gewoon af. En dan volgende week, als iedereen weer helemaal beter is, ga ik gewoon weer een nieuwe vlog beginnen. Sorry als het deze week een beetje anders was. Ja, ik hoop dat ik er gewoon ongeschonden doorheen kom deze keer. Zou fijn zijn, toch? Laten we het maar zo bekijken. Dus ik zie jullie volgende keer weer. Doei!